Goeie. Oh. Binnen dit de maait het kriebels. Zo lijkt het wel, hè? Wat ben je onderwan? Ik zie Ruud Hemely en het houtwerk met skeermaatje. Ja. Soort werk? Ja, ja. Ja, het moet een beetje bijhouden, hè? Dan valt het wel wat mooi, maar. Want hoe vaak doe je dat? Nou, dit houtwerk, dit is zaterdag in Krintië. Ja. En de kassin, het is me, en de ruten, het is me krijgt dat het mooi waar wordt. Ja, dat het waait ook net. Als het mooi waar is, begin met de kriebelen? Nee, maar dan haal je er wat meer profijt van. Als het nog mooi rein en het waar is, dan kan ik het een week later wedden. En dat heb ik met de volgende ochtend. En haal je een soort ruten? Ja, als ik het hele rondje omging, dan ben ik wel even bezig, ja. Ik ben juster morgen boem. Ik denk nog 2 dagen of zo. Wat heb je wel een tijd? Ach, tijd maatje, hè. Jij erbij. Want Jo, ben je hier op deze mooie plaats? Ja, klopt, ja. Ja. Mooi plakje. Ja, zeker, ja. 15 jaar nou, ja. Mijn man is hier geboren en die werkt hier en die, ja, dan toen ben we hier te hier gekomen. Ik heb het bedrijf overnemen? Ja. Ja. Machine, hoi de man. Nogal dan een bordje? Ja, klopt, ja. Ja, akkerbouw. Ja, en help je ook mooi? Nou, op loon is dat net, maar boekhouding en... Nou, als ze eten gaan maat op loon en zo, dan de catering, dan doe ik het. Dan heb je een speciale techniek om de ruten te himmelen? Nee, hè. Ik doe maar wat. Je doet maar wat? Nee, valt mooi. Maar. En wat denk je, jongen, als je aan het poetsen binnen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nergens om, denk ik. Misschien is het wel zen. Hoeveel ruten maak je nog? Ik maak het laatste eindje nog even. En dan maak ik even. Dan maak ik wel bij de stegen. Succes nog even. Ja, dankjewel.